Goedemorgen jongens, ik ben onderweg naar de tram en dan met de trein naar Eindhoven, want we gaan naar het Strijdfestival. Het is een festival wat zich richt op de toekomst. En ik las op de website dat we, zijn kunstenaars, denkers, doeners. Dus er zijn allemaal mensen die dus nadenken over problemen die er in de toekomst zijn. En dat we op een of andere manier oplossen of ons er anders naar laten kijken. En ik ben heel benieuwd, want Eindhoven profileert zich heel erg als de stad van innovatie en toekomst. Meestal hebben ze wel goede dingen. Dus ik ben heel benieuwd. Eerst even kijken. The idea of the program is to also introduce you guys to Strijdfestival, which is completely inside, which is, you know, a very nice experience too. But it will be amazing. I went to the open yesterday and it was beautiful. So I really think you will be able to really, you know, get immersed and see some really cool stuff. So first we're going inside. We'll have a small speech by the director of the festival, and after that we'll have the whole festival to ourselves for about an hour. After that we'll have still some time to make photos and we'll meet again. In a society that gets more divided, we need to come together. That's the only way, or maybe the only proper way. Okay, dat was dus het praatje van de directeur van de expo. En we lopen nu. Dus dat zeg ik, kunst, technologie, gewoon heel erg toekomst denken, hoe, wat, waar. En het is een low-tech. Dus er is heel veel technologie, maar wat hij dus uitlegde is dat er veel technologie in de achterkant zit. Maar voor een gebruiker, voor de mensen iets om het te ervaren, heb je zeg maar weinig. Heel warm. Ik kan me helemaal voorstellen. Even kijken. Maar volgens mij zijn er ook. Want ben je al hierboven geweest? Is dit wat? Kijken? Ja, laten we gewoon even.
Hallo. Oh, jij bent al aan het opladen. Ja. Nou jongens. Ik heb het bordje gemist. Oké, jongens, ik heb het bedacht. Dit is een heremietkreeft. En die zitten dus normaal altijd in deze natuurlijke schelpen. Of hij heeft zelf geen huisjes, hij zoekt altijd een dingetje. Hallo. En toen hebben ze deze geprint. En dus toen hadden ze zoiets van, oké, gaat hij dan ook in zo'n 3D geprinte versie? Daag. En hier zit hij dus niet in dat ding, maar... Hier. Hier onderzoek. Als ze in een onnatuurlijke habitat krijgen. Ja. In een glazen. Bij huis niet gekomen. Dus wij hebben een zoekmachine, wij hebben een website waarmee studenten bachelor- en masteropleidingen kunnen boeken of zich in kunnen schrijven voor bachelor- en masteropleidingen. Eigenlijk campus-degree onderwijs. Dat is 10 jaar geleden gestart. Inmiddels een klein beetje uit de hand gelopen, zoals je misschien ook straks ziet aan wat hier allemaal zit. Kelly, ik ga even filmen hoe je eruit komt. Nee. Dat lijkt me hele leuke content. Ik schijt al in mijn